Kunt u mij aangeven uit welk land percelen worden geïmporteerd? Deze vraag heeft de governor van de Centrale Bank, Glenn Gersy, gesteld aan onder meer de eigenaren van de wisselkantoren en de bankdirecteuren. Hij vroeg hen ook waarom ze in Suriname niet op dezelfde wijze met vreemde valuta omgaan, zoals ze dat in bijvoorbeeld de Verenigde Staten doen. Waarom pakt u niet gewoon uw koffertje met 400.000 of 500.000 US dollar? Dan gaat u bij Bank of America gaat u storten. Waarom doet u dat niet? Waarom doet u dat niet in Curaçao? Waarom doet u dat niet in Brazilië? Of op Trinidad, Jamaica? Men geeft nooit antwoord, men lacht. Omdat men het antwoord kent. Het kan daar niet. Als je zelfs in een normale winkel, laten we zeggen Best Buy, in de Verenigde Staten wil een computer kopen, dan, en die computer kost, laten we zeggen, $1500, een beetje geavanceerd. Toch, je hebt goedkoper, maar zeg je koopt een dure, $1500. Betaal je contant, dan stelt men al voor, maar waarom betaal je contant? In sommige gevallen wil men het eens accepteren. Hier kopen we een auto contant $10.000. Als je in Amerika gaat met $10.000 naar een autohandelaar, word je opgesloten. Waarom doet men het daar niet? Want men heeft toch het vermogen. Als men het vermogen niet had, dan zou men hier in Suriname niet met $400.000 of 500 of een miljoen euro in een koffer kunnen lopen om iets te gaan betalen ergens. Dus hier bij ons klopt er veel niet qua ordening. We moeten de zaak ordenen, omdat de buitenwereld ook vreemd tegen ons gaat aankijken als we dat niet doen. En wat je krijgt is dan de kans dat men geen zaken meer met je wil doen. Toch? Men vindt het bijzonder raar dat er zoveel contanten, zowel in de vreemde valuta sfeer als in de stabiele sfeer, zo echt met zich wordt meegebracht en dat men ergens kan afstorten. Of dat men iets mee kan kopen in contanten. Men begrijpt het niet. En dan zegt men, het land lijkt een riskant land. Er is veel duister geld daar, er zijn duistere praktijken. Dus we doen liever geen zaken met dat land. De Centrale Bank-governor Gersy, die gisteren naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen ter regulering van de valutamarkt een persbijeenkomst had op zijn kantoor. Wat de Centrale Bank en het ministerie van Financiën willen, is dat er een gedragsverandering optreedt bij zowel het bedrijfsleven als de burgerij. Hij vroeg zich af waarom mensen worden gedwongen om in US dollars of euro's te betalen voor goederen, terwijl de muntwet zegt dat wij alle betalingen in SRD moeten doen. Maar wanneer iemand een woning heeft gebouwd 20 jaar geleden, dan is het zo dat de bouwondernemer via de winkelzaken natuurlijk, al lang voor de import betaald heeft. Waarom moet die woning nou in euro's op dit moment verhuurd worden? Wat is het eurocomponent? Wat is het importcomponent daarvan? Kan iemand dat verklaren? Dat is niet normaal. Weet u, dus we moeten zaken hier weer ordenen, zodat we ook een beetje meer rust krijgen op de valutamarkt. En anderen die echt speculeren, die gewoon een slag willen slaan, zonder noeste arbeid te verrichten. Maar je hebt gewoon wat middelen, je bent fortuinlijk genoeg. Je slaat een slag, daardoor win je wat geld, je verdient wat geld, maar je drijft daarmee de koers omhoog en de rest van de samenleving die moet het gelag betalen, toch? Governor Gersy, die inging op de maatregelen die getroffen zullen worden ter regulering van de valutamarkt.